Welkom bij de 18.1 Biocast. En die heet de startmotor. Maar eerst kijken we even naar het hele hoofdstuk. Hoofdstuk 18, dat heet Brainwave. En 18.1 is de startmotor. 18.2 heet de eerste versnelling. 18.3 heet schakelen. Dan gaan we naar de cruise control, 18.4. En tenslotte de vijfde, 18.5, sturen. De natrium-kaliumpomp zorgt ervoor dat er een concentratiegradiënt kan ontstaan tussen binnen en buiten de cel. En doordat het geladen deeltjes zijn, ook een potentiaalverschil. Daarvoor is wel ATP, dus energie nodig. Drie natriumdeeltjes worden onder invloed van ATP naar buiten gepompt. Het eiwit verandert dan van vorm en kan twee kaliumionen de andere kant meenemen, de cel in. Doordat er steeds drie natriumionen naar buiten gaan en er twee kaliumionen naar binnen komen, ontstaat er een concentratiegradiënt. Steeds verandert het eiwit van vorm om zo de verschillende deeltjes te kunnen transporteren. Zo ontstaat er een potentiaalverschil tussen binnen en buiten de cel en dat kan gebruikt worden om werk te doen. We gaan kijken naar de smaakknopjes met de zintuigcellen daarin. Daar zit de opening. Dit is het dekweefsel, het epiteel van de tong. Microvilli zitten daar bovenaan. En dit is de eigenlijke smaakzintuigcel. En die staan natuurlijk in verbinding, maar dat zien we zo, met zenuwcellen, met neuronen. En het bindweefsel van de tong zit wat dieper in de tong. En daar zie je de neuronen. Een actiepotentiaal ontstaat als een neuron een prikkel krijgt. En als een weef verplaatst zijn actiepotentiaal zich door het neuron. Als de prikkel sterk genoeg is op het cellichaam, wordt de impuls doorgegeven door het axon. Hier zien we wat er precies gebeurt in het celmembraan. Het actiepotentiaal zorgt ervoor dat het natriumkanaal open gaat en natrium stroomt de cel in. Daardoor depolariseert de cel. De buitenkant is nu negatief geladen en de binnenkant positief. Dat zorgt ervoor dat het natriumkanaal weer dicht gaat. Het kaliumkanaal opent zich en kalium stroomt de cel uit, waardoor de cel repolariseert. De binnenkant is nu weer negatief geladen en de buitenkant positief. Natriumionen in de cel verplaatsen zich voor de impuls uit, voor het actiepotentiaal uit, en dat zorgt ervoor dat ook het kaliumkanaal dicht gaat. Heel de tijd blijft de natrium-kaliumpomp de ionen weer door het celmembraan heen pompen. Als we meten, zien we wat er gebeurt. Daar komt het actiepotentiaal. Natrium naar binnen, de cel depolariseert. Natriumkanalen gaan dicht. Kaliumkanalen gaan open en de cel repolariseert. Hij hyperpoliseert zelfs. En dan is het actiepotentiaal weer min 70 millivolt. We gaan alles wat te maken heeft met het actiepotentiaal nog eens goed bekijken, door middel van een grafiek. Die zie je hier. Dit is de drempel. Een potentiaalverschil eronder heeft geen effect. Hier is de prikkel, die zorgt voor depolarisatie, dan de repolarisatie, gevolgd door de hyperpolarisatie tot de waarde weer terug is op die van het rustpotentiaal. En dit is de refractaire periode, dan kan een neuron niet meer reageren. Dit was de 18.1 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.